Wel, het generatiepact heeft, dat blijkt uit de cijfers, een beperkt effect gehad. Het heeft dus zeker wel een effect gehad. Maar ik denk dat we de volgende periode moeten voorbereiden. En dat betekent dat er een aantal extra maatregelen genomen zullen moeten worden. Wel, ik denk dat er verschillende maatregelen nodig zijn. Een eerste belangrijke maatregel is om de uitstroom van ouderen uit de arbeidsmarkt om dat te gaan beperken. We hebben daar langere loopbanen voor nodig. Dat betekent dat we de feitelijke en de wettelijke pensioenleeftijd, die van 45 jaar, meer moeten kunnen doen op elkaar aansluiten. Niet in één stap, maar wel gradueel. Tweede belangrijke maatregel, denk ik, dat nodig is, dat is dat men ook op het vlak van de gelijkgestelde periode selectiever gaat zijn. Dat men dat meer richt op hoe kunnen we die loopbaan van 45 jaar, hoe kunnen we die kwalitatief, niet alleen kwantitatief in jaren, maar ook kwalitatief, hoe kunnen we die kwalitatief ook weten te versterken. Een derde maatregel die nodig is, denk ik, is de periode waarin dat men het actief zoekgedrag van de ouderen, werklozen, dat men die periode, die leeftijden, gradueel gaat optrekken om op die manier ook oudere werklozen die uit de arbeidsmarkt zijn moeten treden, om die opnieuw aan een job te helpen. Ik denk dat ook werkgevers daar een belangrijke bijdrage in te leveren hebben. Het is een verantwoordelijkheid van drie actoren. Het is een verantwoordelijkheid van de werknemer die een job moet zoeken. Het is een verantwoordelijkheid van de overheid die daarvoor het juiste kader moet aangeven. Maar er is ook een belangrijke verantwoordelijkheid van de werkgevers om mensen, ook mensen, ouderen in dienst te houden. Er zijn heel veel knelpuntvacatures en op dat vlak denk ik dat de verantwoordelijkheid bij iedereen rond de tafel ligt. Een ander belangrijk element om oudere mensen aan het werk te houden lijkt mij te zijn opleiding en vorming. Permanente opleiding en vorming. Heel vaak horen we nog oudere mensen, we zijn niet meer mee of ze zijn niet meer mee. Ik denk dat hier een belangrijke opdracht ligt, ook voor de regionale overheden, om op dat vlak een extra inspanning te doen en ervoor te zorgen dat kwalitatief ook iedereen die 45 loopbaanjaren waar we naartoe moeten, op een kwalitatieve manier kan invullen. Wel, de maatregelen zoals ik ze daar straks heb opgesomd, hè, dat betekent wat de uitstroom betreft, zorgen dat we naar 45 loopbaanjaren gaan in leeftijd. Twee, dat we ervoor zorgen dat er een actief zoekgedrag is, ook naar ouderen en dat we op dat vlak de mensen ook helpen te begeleiden. Drie, zoeken naar gepaste vorming, permanente vorming en opleiding. En dan een laatste element, zorgen dat alle actoren, werkgevers, werknemers en de overheid die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dragen voor deze en de volgende generaties.